Hallo dames en heren en super tof te kijken naar een gloednieuwe vlog. Man, jij is ook cool. Oh man, ik heb echt zo enorm lopen dromen vannacht. Dat is echt niet normaal. Ik kreeg gewoon een beetje hoofdpijn toen ik wakker werd. Of ik had hoofdpijn toen ik wakker werd. Omdat ik gewoon zo erg met mijn gedachten in dromenland zat. Dat is echt niet normaal. Even checken hoe mijn voet is, dames en heren. Zo, het is mooi weer. Het is mooi weer. Let's go. Wauw, wat nice. De zon schijnt. Oké, dat is heel chill. Even kijken hoe dit een beetje gaat met lopen, dames en heren. Oké, dit gaat wel iets beter dan gisteren, maar... Ik merk wel dat ik er nog geen volle kracht op kan zetten. Dus bijvoorbeeld nu het traplopen naar beneden. Boah, dat is nog wel even een beetje gevoelig. Ja, het is nog niet helemaal soepel lopen. Ik denk dat krukken halen een beetje overdreven is. Goedemorgen. Ik kan er wel iets beter op lopen, dus... Ja, kijk, gewoon dit. Gewoon zo. Ja, maar het is wel, denk wel goed om die beweging weer een beetje in te houden. Ja, denk ik ook. Het is nu natuurlijk ook stijf, omdat je de hele nacht gelegen hebt. Ja. Nou, ik ben blij dat het in ieder geval een stukje beter gaat. Oeh. Wow, wat een lekker ontbijtje, schatje. Echt heel erg fijn. En zo fijn dat het ook mooi weer is. Ja, het zonnetje schijnt. Oké, wat hebben we dan allemaal precies? We hebben lekkere koffie, water, medicijntjes, of tenminste vitaminepillen. We hebben lekkere vitamine, sappie. Wat zit hierin? Kaas. Oh. En kaas. En gewoon wat lekker beleggen en een eitje. Heerlijk. Heb jij lekker geslapen? Ja, best wel. Je bent wel vroeg wakker. Ja, elke ochtend. Maar dat is alleen maar fijn eigenlijk. Ja, dat is wel nice. Elke ochtend dat je zelf ongeveer op dezelfde tijd wakker worden. Ja, elke keer... Voor 8 uur word ik wakker. Oké, ik ga me sowieso straks even scheren, want dan ben ik weer helemaal klaar mee. Wel lekker geslapen, ondanks de vele dromen die ik had. En dat ik helemaal weg was. Ik heb nu echt niet echt meer koppijn. En mijn voet die gaat al iets beter. Dus helemaal top. Kijk nou eens eventjes naar dit weer. Dit is waar we naar verlangd hebben, of niet dan? Heerlijk. Ik heb me ook eventjes lekker geschoren. Ah, even een goede inhaleermoment van de heerlijke frisse lucht. Good stuff. Oké, ik heb eventjes gewerkt hier in de studio. Het wordt al echt wel warm al gewoon. Ik zie een hele mooie vlinder in de tuin. Dat is ook heel erg nice. Oh, wat word ik toch gevoelig nu ik vader word. Ongelooflijk. Misschien ga ik straks gewoon huilen als ik vlinders zie in de tuin. Omdat ik in één keer papa ben. Ze zeggen wel dat het namelijk echt wat met je doet. En dat je misschien wat gevoeliger of voorzichtiger wordt. En dat vind ik misschien ook wel een beetje spannend. Aan het hele vaderschap idee. En dat het er ja, nu steeds meer aankomt. Kijk, ik hou er gewoon van om mezelf te zijn. Dat sowieso. Alleen je weet nooit wat het doet met je verder. En wat er gaat veranderen. En oh, dat is wel, het is wel spannend hoor. Het komt gewoon dichtbij. En ik heb er super veel zin in hoor. Laat dat even duidelijk zijn. Ik heb echt heel, heel, heel erg veel zin in. Maar het is ook echt wel spannend hoor. Maar goed, het is hier echt veel te warm in de studio. En ik kan de airco aanknallen. Maar ik zou eigenlijk gaan sporten. Maar omdat dat nu gewoon echt even niet chill is met mijn voet. Omdat ik gewoon elke keer hem een beetje meesleep als het ware. En ik ook gewoon geen normale schoenen aandoen omdat het gewoon te pijn doet. Ga ik lekker de aankomende dagen denk ik op deze slofjes lopen. Maar na het sporten zou ik gaan lunchen. En die lunch, dat kan natuurlijk wel doorgaan. Alleen omdat Maiwen er vandoor is met de Lambo, kunnen wij, ja ja, en dit is echt top met dit weer. En het is niet heel erg chill voor Maiwen nu ze een wat vollere buik heeft om met haar eigen auto te gaan. Maar dat betekent wel dat wij dus met haar auto kunnen gaan. En dat wordt wel heel erg leuk. Daar heb ik echt zin in. Dakje open. Let's go! Dus daar gaan we, dames en heren. Ik moet sowieso weer eventjes mijn zonnebril vinden. Ik weet niet waar ik die 1, 2, 3 gelaten heb. Hier in de garage staat de beauty van Maiwen. De Porsche Boxster 25-jaars editie. En voor de mensen die het gemist hebben ooit. De 25-jaars editie. Het was echt super bijzonder en speciaal dat ik deze editie kon geven toen Maiwen ook 25 jaar werd. Dus dat was heel nice vorig jaar. Maar deze editie, de 25ste, die heeft dus dezelfde motor. Of hetzelfde motorblok qua vermogen als de GTS. De meeste Boxsters die hebben als het goed is 300 pk en deze heeft dus 400 pk en dat merk je ook echt zwaar tijdens het rijden, dat extra vermogen. Dus dat is wel echt super nice. Nou, laten we hem even starten. Dat is altijd wel een hoop herrie, maar dat is heerlijk. Dat past ook perfect weer bij deze auto. Dit loopje van mij, ik haat het nu al zo erg, maar goed, laten we hem starten. Oef, dat is nice. Horen jullie dat verschil? Ik had de kleppen dus even opengezet. Nu doe ik ze weer dicht. Horen jullie dat? Dat is wel echt een verschil. En nu ga ik hem weer open doen. 1, 2. Yep.
Ja, wat we sowieso gaan doen, dames en heren, is dus het dakje open. Dus daar gaan we. Holy shit, dit is nice. Let's go, baby! Laat de zomer maar komen! Holy shit, dit is net GTA. Oh, na die afgelopen paar dagen dat het alleen maar heeft geregend, is dit wel echt even een prachtige beloning, zeg. Het is weer helemaal goed. Normaal gesproken vind ik het nooit erg om die camera op te halen, maar oh, daar komt dat domme loopje van mij weer. Ik neem jullie gewoon mee, geen zorgen. Wauw, niet normaal. Echt niet normaal deze auto. Holy moly. Daar gaan we. We zijn er bijna klaar voor. Nog niet helemaal. Namelijk één dingetje. Let's go together! Nu zijn we er klaar voor. Europa. Yo, shout-out naar Joost. Ik ben zo trots op die man. Wat hij wel allemaal niet heeft gedaan is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Over zijn leven kan je ook echt een hele bizarre, speciale, bijzondere documentaire maken. Want wat die gast heeft neergezet allemaal. En wat voor doorzettingsvermogen die heeft moeten hebben om te staan waar die nu staat. Nou, daar kan je niks anders dan respect voor hebben. Of je nou van zijn muziek houdt of niet, of van zijn persoonlijkheid of niet, of zijn kledingstijl. Dat zijn allemaal meningsverschillen. Maar je kan niks anders dan respect hebben voor die man wat hij heeft behaald in zijn leven. Echt waar. Ongelooflijk. Blijft me elke keer weer verbazen hoe die man aan het doorknallen is. Dus shout-out naar jou, Joost. Let's go for the 12 points to the Netherlands. Yeah! With my friends and friends of name the pain in the veins. Oh, dat was lekker, dames en heren. Niet normaal. Ik vind het toch altijd wel chill om het dak erop te hebben, want je weet maar nooit. Zo, Pim ziet er goed uit, man. Afgetraind die man, nu al. Het is nog geen eens zomer. Ik zal het wel filmen voor jullie, hij ziet er gewoon goed uit, die man. Yo, maat. Yo, wat zie je er goed uit? Ja, serieus, ben je nu al zomer ready? Nee, man, ik moet nog heel stuk, maar ik voel me wel goed. Ik voel me wel goed. Ja, lekker, man. Dankjewel. Nou, ondanks sporten toch even samen lunchen. Zeker. Rijdt die auto mooi. Ja, daar had ik het net ook over. Ik zat gewoon even hier te kijken. Ik dacht gewoon, ja, het klopt wel of zo. Ja, daar had ik het net ook over met de kijkers. Wow. Van het blijft echt ongelooflijk. Oké, let's go. Laat ons het eten. Ik heb wat trek eigenlijk. Zo, dames en heren. Wat is Pim toch een superleuke vriend van mij. Echt ongelooflijk. Dat kan ik wel zeggen. Dat zie ik ook wel eens in de reacties, hoor. Want Pim, die is 39 jaar. Dus, en ik ben zelf 30. Dus dat is 9 jaar verschil. Bijna 10 jaar. Wordt binnenkort 40. Dus dat is wel een wat oudere vriend die ik dan heb. Noël bijvoorbeeld is dan weer een jongere vriend die ik heb. Want die is dan bijvoorbeeld 8 jaar jonger dan ik. En dat vind ik heel erg leuk, dat vrienden van mij hebben allemaal verschillende leeftijden. Rutger bijvoorbeeld, die is ook een beetje de leeftijd van Pim, nog ietsjes ouder. En dat vind ik wel heel erg leuk, dat ik dan in de reacties zie van, oh, het is leuk om Pim of Rutger af en toe eens in de vlog te zien, want het zijn meer een beetje van die papa-ouderlijke figuren, die wat meer nadenken, wat verstandiger zijn. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. En het gesprek wat ik net had met Pim was dus ook echt super waardevol, want ja, ik heb wel echt zo net tegen Pim gezegd van, wow, Pim, ik word gewoon papa, man. Ik vind het spannend. Heb je tips of zo? Snap je? Daar ga je wat over praten. Kijk, het is logisch dat ik met Pim of bijvoorbeeld Rutger, die allebei vaders zijn, ja, wat meer daarover praat dan bijvoorbeeld met een Thijs of een Noël. Want die hebben allebei geen kinderen of geen vriendin die zwanger is. Snap je? Dus dan merk je dat ja, zo'n lunch eventjes met Pim super waardevol is. En dat het echt heel erg leuk is hoe je dan ja, in een prachtig omgeving met een lekker zonnetje daarover kan kletsen van wat zo super mooi is aan het vader zijn en zo. Dat is wel echt is waardevol, dat is mooi. Oké, goed. Ik start de auto. Boom, let's go. En we knallen gewoon meteen dat dakje weer open. En als we dan nu naar huis gaan, dan hebben we Lars en Nicole voor de deur staan. Over papa gesproken. Lars die wordt papa, Nicole die wordt mama. En die komen gezellig langs. Dus laten we naar huis gaan en dan hun even gedag zeggen. Let's freaking go. We doen nog even een lekker muziekje op. Dit is ook een lekker nummertje, hoor. Dat geluid verveelt gewoon echt nooit. Komt ie nog een keer, dames en heren. 1, 2. Heel erg lekker. Holy moly. Ik ben wel super blij dat ik met mijn voet gewoon even lekker kan autorijden. Dat is wel echt heel erg chill. Anders was ik wel in één keer heel erg afhankelijk van Myron om op plekken te komen. Kijk, nu is de weg voor me vrij. Yes, baby.
Hey, Marion die heeft iets leuks gekocht voor op tafel, zie ik. Hey. Binnen, welkom. Wow, had je mij verwacht? Wat dan? Je had mij verwacht, hè? Denk het. We've been expecting you. Hey, wel scherp blijven, hè? Kom op, man. Ik moet nog even acclimatiseren. Hij moet nog acclimatiseren hier bij ons thuis. Wat een mooi woord, dames en heren. Voor de mensen die dat woord niet kennen, dat woord staat nu uitgeschreven in beeld met de uitleg erbij wat het betekent. Hey, beetje educatief, dus wel leuk. Oké. Okay. Hoi. Hallo, hallo. Ik zag al vanaf buiten nieuwe schaal staan. Hi, Nicole. Hi, hallo. Tegen Nicole gaan we meteen wat zeggen over de paarheidjes bellen. Ja. Leuk gedaan. Hè? Mag ik van jou een knuffel? Wat zie je er goed uit? Oh, ik zie eruit. Hallo. Hallo, alles oké? Okay? Ja, jou. Ja, nice. Zo, schattig hoor. Zo lekker appeltje eten. Oeh. Ja, maar ik heb er een broodje gegeten. Ja, wat mooi. Dit is precies wat jij mij uitlegde wat je graag wilde. Oh, sneak peek. Oh. Ja, wat mooi. Oeh, heel nice. Echt mooi, schatje. Ja. Nice, dit is leuk. Leuk, hè? Ja, vind ik. Hier is eentje gepeld. Inderdaad. Oh, die wil ik hebben. Nee. Stoppen. Jij gaat die hele fraas omgooien. Dan. Als hier maar nooit de zon op schijnt, dan zijn we echt Sjaak. Oh, inderdaad. Dat kan wel leuk zijn trouwens. Dat je gewoon hem in de zon zet als het echt zomer is. En dan kijken wat er gebeurt en hoe dat eruit ziet. Ja, ik denk dat ze allemaal zo inzakken. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar jij moet dit tot de zomer laten staan. Net als de baby. Wat zei je? Tot de zomer laten staan niet. Nee, dan is het wel op, denk ik. Dan zijn die bloemen al dood. Ja, nee, dat sowieso. En ik denk ook de paaseitjes wel op, ja. Ik ga nu een paaseitje pakken. Die ga ik lekker eten. Oh. Ik weet nog niet of dat een slim idee is. Zieke unboxing wel hoor. Zieke unboxing, ja. Hè? Wat voor kleur zit erin? Kijk. Oh, ja. Vaak zit er in roze. Zit er... Het is mooi hoor, zieke roze houden. Hey, gelukkig heeft de editor mijn back, die heeft het roze geëdit. Nu zie je pas de echte kleur. Kijk, dat is goud. Gelukkig zit er in goud vaak wit, want ik gaf goud. Wel met vulling. Ja, ik zie het man. Zo. Lekker hoor. De dames zitten hier tegenover ons, Nicole en Myron. Shout-out naar de ladies. Yes, shout-out naar de moms. Pregnant moms, yeah, yeah. You two look beautiful today. Thank you. Yes. Nicole lacht me echt veel uit. Ja, maar ze vindt je gewoon heel grappig. Nee, lacht toe. Dat is wel leuk, ja. Dat is wel leuk. Dat is het. Hey, kunnen we een terugblik doen naar die huizenknol intro en dan specifiek het momentje van Nicole? Ja. Boom! Ik heb er bij komen gisteren, een feel-good moment. Serieus? Ja, iemand had een fan-edit gemaakt van dat. Stond Nicole in de keuken? Er was zo'n nummer van, You Never Get the Man Out of the City. En dan was het You Never Get the Man Out of the House of Knol, zeg maar. Ja. Oh. Cute, hè? Echt. Ja, dat is echt geniaal. De House of Knol tijd nog steeds legendarisch. Maar wat ook legendarisch is, is dat wij het gewoon hebben laten lukken. Beide onze vriendinnen die zijn zwanger geraakt. Van ons ook gelukkig. Ja. En dan Maaime van mij en Nicole van Lars. Goed om erbij te vertellen. Ik denk dat ze dat nog niet door hadden. Even voor de zekerheid. En nu is het zo dat ik heb nog nooit in mijn leven een placenta gezien. Ik ook niet. Nu kan je daarop googlen. En er is nu een foto en daar gaan wij voor de eerste keer naar kijken. Ja. Dus wij gaan nu een foto zien van de placenta. Ja. Het ziet eruit als een soort van super vette toekomstige kwal. Het hele systeem zeg maar van de placenta met de vliezen eromheen en dat is echt super interessant. Maar het is dus zeg maar zo de placenta, die zit in het geval van Maaimen zit de placenta in haar rugkant. En als ik zo vrij mag zijn om te vertellen, zit het bij jou aan de buikkant. Uh-huh. Dus de placenta die gaat zitten waar die wil zitten, maar vaak is het of rug of buik. En nu is het zo dat die placenta, daar zit de navelstreng aan vast. En die navelstreng die gaat zo naar de navel van de baby. En de placenta, daar komt dus de voeding uit via de navelstreng naar de baby. Het is een soort van accu voor de baby. Dat is mooi gezegd. Ja toch? Dat een beetje in babytaal. En die placenta, die komt dus vaak 10 of 30 minuten na de bevalling eruit. Soms ook een uur. Soms een uur. Soms 3 dagen later. Nee. Je wordt ziek. Oh ja, dan word je ziek, ja. En het is heel erg belangrijk dat de placenta helemaal uit de buik gaat. Want anders dan kan je ziek worden van de restjes die blijven achterhangen. Dus dat is altijd wel belangrijk. En daarom word je ook een beetje in de gaten gehouden de komende dagen na de bevalling. Want alles van die placenta moet eruit zijn. Dat heb ik geleerd bij de zwangerschapscursus die we laatst hadden. Ja. Myron, als jij zo vrij wil zijn om de foto te laten zien, dan ben ik heel benieuwd hoe wij daarop reageren. Ja. Ik doe alvast even lekker wat eten in mijn mond, hè. Oké, klaar voor? Ja. Ja. Hoi! 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 Ja, dat valt echt leuk. Ja. Oh, het lijkt heel groot. Oh, dat had deze
en oh my god. Ik dacht, het is een beetje gegeven of zo. Word ik wit of niet? Nee, je wordt rood. Wat? Nou, wow. Zo, het is een heel apart iets. Het is toch door bloed, het is toch logisch? Ja, dat het, het lijkt eigenlijk wel één hele grote rozijn. Ja. Straks bij mijn bevalling zegt Denzel, nu moet er rozijnen komen. Wow, zo. Dit is wel echt in één keer in your face, in je gezicht. Ja, nee, het wordt wel een beetje kleur. Maar dit is mijn test. Als ik dit nog lekker vind en gewoon kan eten, zodat ik dit zie. Ja, dan komt het helemaal goed. Dat komt goed. Ja. Ja. Als je dit nog niet kan hebben. Bizar, hè? Real life, ga je dit straks meemaken. Wauw. En je kan het googlen op eigen risico, hè? Zeker, eigen risico. Maar ja, weet je wat ik een beetje, dat zei de kraamverzorgster. Toen dacht ik wel van, dit is dus wel precies waar het om gaat. Want ons kindje krijgt al 9 maanden straks, bij de bevalling, 9 maanden voeding uit de placenta. Dus het is super belangrijk. Maar het kindje is van jou, maar de placenta is ook van jou. Als vader zijnde, zeg maar. Want als jij, als het zaadje of het eicelletje bevrucht is, dan gaat hij op een gegeven moment splitsen. Eén wordt de baby, de ander wordt de placenta of de moederkoek. Hij is ook van jou, dus je moet ook gewoon daar een soort van respectvol mee omgaan en er ook gewoon even naar kijken. Ja, nee, zeker weten. Weet je waar ik ook heel veel respect voor heb? Er komt echt iets serieus, Nicole. Serieus. Ja. Niet alles wat ik zeg is grappig bedoeld. Respect dat hij heeft gewonnen van de rest. Ja. Dit was serieus? Ja. Ja, want weet je hoeveel zaadjes hebben gevochten met elkaar om de sterkste te zijn? Niet met elkaar, hoor. Niet met elkaar? Nee, je zit hier niet te vechten. Nee, gewoon, is het geen Mike Tyson, Jake Paul, nee, wie wint? Gewoon, gewoon de eerste die door. Ja. Hé, hey, maar de eerste die bij de finish is dus. Ja, maar dat is niet vechten, dat is gewoon racen. Strijden. Dit is een strijder die wordt geboren. Dit is de sterkste zaad. De snelste zaad. Ja. Dat is toch sick? De respect. Hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen, hij is als eerste. Hij is dus de chosen one. Ja. Dat is toch mooi. Kenobi. Dat is toch mooi. Maar ja, dat zei de kraamverzorgster wel echt meteen. Zo van, Enzo, je moet kijken naar de placenta. Want dat is echt iets heel bijzonders. Want daar heeft jouw kindje 9 maanden voeding uitgekregen. Dus mede dankzij de placenta is jouw kindje hier. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En onze kraamverzorgster, die kijkt er zo mooi naar. Die zei van, de placenta is echt zoiets wonderbaarlijks. Dat is zo'n mooie eigenlijk machine. Dat is echt waanzinnig hoe dat werkt. En toen dacht ik van, wow, je hebt me wel hyped voor dit. Ja, nu, maar nu heb ik het net gezien. Nu ga ik wel even een paar vragen aan haar stellen. Nee, maar het is, ja, het is gewoon één grote bebloede rozijn eigenlijk. Ja, ik moet nog even revalideren, man. Huh? Ja. Maar revalideren, bro. Bro, revalideren. Ja, bijkomen. Wij hebben nog geen kinderschat, hè? Nee, oké. Okay. Jij ziet hem wel eerder in de zwangerschap dan ik. Dus dat vind ik wel knap. Ja, dat bedoel ik. Maar jij bent verder. Al veel meer in dat proces. Kom dichterbij. Weet je, als hij er is, ik maak een foto. Ja. Sharing is caring. Oké, okay, cool. Nou, we hebben het gezien. Ja. Ik heb mijn paaseitje ook op, niks aan de hand. Ik heb nog kleur op mijn gezicht, dus dat is helemaal goed gekomen. Ik weet niet wat ze gaat doen. Dit is echt ongelofelijk, hè. Als ik bij deze man ben en hij doet dit, weet ik al wat er gaat komen. Echt, oh, kom maar bij Nicole, we hebben echt lang gemist. En ze heeft weer een show voor jou. Weet je al wat het is? Ja, ik heb zo'n eitjes. Oh, mijn ei. Oh, shit. Mijn ei. Oh, mijn ei. Hij is wel een hij beetje... Hij is wel goor, man. Oh, hij is geen... Oh, joh. Moet je kijken of mijn ei het is geworden. Oh, joh. Je kan gewoon dit ei neerzetten. Oh, joh, dat is zo raar. Eeuw, doe niet. Het is allemaal stof op de grond en zo, en zand. Goed voor je weerstand. Zeker. En de kinderen moeten ook lekker zand eten zo. Goed voor je weerstand. Lekker warm, hè. Ja, je mag er weer bij komen zitten, hoor. Ik weet niet of ik dat nog wil. Ja, weet je, soms heb je van die rare trekjes. Ja. Je moet gewoon houden voor wat het is. Je was te zenuwachtig voor Nicole, hè? Dat was het gewoon. Ja, dat is het, ja. Ja. Welk streng publiek dus. Weet je wat dat met de ding is? Nou? Je hebt altijd neiging om zo te zingen. Nee, je weet dat de reacties onder de video waren. Ik mag niet meer zingen. En ze moest stoppen met zingen, omdat hij mij irriteert en sommige mensen er ook niet tegen kunnen. Ik mag niet meer zingen voor mijn kijkers en van mij. Nee, ja, ik denk dat ik wel snap waarom, hoor, maar
Ik wil niet een beetje neus op de feiten drukken nu. Ja, maar het is niet leuk om te horen, want ik mag ook nooit in de auto zingen. Nee, inderdaad. En dat kwetst. Hetzelfde dat kwetst wel, ja. Het doet best pijn. Kijk, je ziet wat ik daar heb verkocht. Ja. Dat had mijn carrière kunnen zijn. Ja. Maar hij zit nog in de doos, ik durf hem niet uit te pakken. Nee, maar dan moet je toch eerst wel iets meer gaan oefenen of op zangles gaan voordat je zo'n microfoon mag gebruiken. Ja, of ik moet gewoon op zoek gaan naar publiek die houdt van vals zingen. Kan ook. Want dan hoef ik geen les te nemen, dan heb ik al een publiek. Ja. Dat is de mindset van. Nou, wie meldt zich aan? Wie meldt zich aan? Wat nou als ik allemaal zangvideo's zet op OnlyFans en dan gewoon voor 5 euro per maand kan je mij volgen en zien zingen. Abonneer nu en je hoort covers zoals deze. Lozanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Oh, laat de zon in je hart. De schijn toch voor iedereen. Geniet van het leven. Oh, won't you? Stay with me, 'cause you're all I need. En welk nummer ga je dan zingen? Dat ben ik al de eerste die dat doet op die manier. Ga je dan ook opnemen in de badkamer? Heb je goede het wordt inderdaad wel zingvideo's in mijn onderhoek, ja. Oké. Ik heb wel een goed nummer. Dat is ook een hardstyle versie van. Ja. Hij snapt mij. Ik zeg, ga je hem dan ook in de badkamer opnemen? Maar jij snapte hem nog niet. Ik heb het niet helemaal door. Ik zal het niet doen, ik zal het niet doen. Oké, deze moet, maar die moet je niet zo neerzetten, want dit lokt mij uit. Ja, dan. Dat doe je expres. Vouw hem maar op. Hoppatee. Oké, we gaan mijn sok even uitdoen. En ik heb hier een salfje, cooling gel. Dat heeft Marina gekocht. Dus dat gaan we even op mijn voet smeren. Kijk, het ziet er een beetje uit als tandpasta. Het ruikt ook naar tandpasta. Het ruikt naar menthol en eucalyptus. Eucalyptus, dat vind ik echt een leuk woord. Oh, het is koud. Oh, misschien is dit een beetje veel, dat weet ik niet. Kan je het op een wond smeren? Te laat, het zit erop. Nou, ik ben benieuwd of dit wat doet. Nou, voetje, je wordt lekker verzorgd. Ik word opgeroepen door Myron. Ja, want het is nu licht en nu kunnen we het bekijken. En ik weet zeker als ik het weer vergeet, dat vanavond kan het doen. Ik heb 3. Nee! Grapje, schatten, hier ben ik. Nee, die zou ik niet doen, hoor. Ik ben opgeroepen dus door Marion hier in de babykamer om even te kijken naar stalletjes voor de gordijn hier. Ja. Deze had ik met veren uitgekozen, maar er zit lange leeftijd op, dus die wil ik eigenlijk liever niet. Oké. Want dat duurt te lang. Nu heb ik deze 2 van de stalletjes als optie. Die of deze. Dit wordt Wordt een in-between. Ja, dit wordt de kleur op de muur. En dit is lichtzand. En dit is grijs zand. Ja. Licht zand, grijs zand. Licht zand, grijs zand. Ja. Zie je, dat is wel een verschil hoor. Dit is wat donkerder en dit is wat lichter. Ja, dan kan je het wel goed zien zo. Kijk. En dan moet je ze eigenlijk even zo tegen de muur houden. Welke bij de muurkleur het mooist is. Jij hebt al een favoriet, denk ik. Mm-hmm. En dit is de teddymuur. Ik vind deze wel mooier. En dit is de teddymuur. Ik vind deze mooi. Ja, ik ook. Ja. Jij switcht zo snel. Ik vind deze wel mooi, hè? Die teddybeer. Ik vind deze wel mooi. Ja. Maar die vind je ook mooi, hè? Ja. Yes! Je hebt dezelfde gekozen als Myron. Ja, maar ik wil wel eens in overleg doen met jou, wat jij dan niet mooi vindt. Maar hoe fijn dat ik dan toch, hè, zonder dat jij hints geeft, dat ik toch dezelfde kies als jij. Ja, maar deze is ook mooi bij dit, hè? Bij het linkerkantje en zo. Dat vind ik ook. Maar ik neem deze stoffen mee. Misschien kan ik wel zo'n klantboek kopen. Of wil je die met mij samen kopen? Ja, nee, je kan hem wel bekijken, maar niet kopen nog. Ja, maar wanneer ga je met mij heen dan? Nou, ik kan elke dag behalve nu. Oké. Ja. Dan gaan we morgen. Ja, dat is goed hoor. Morgenochtend. Hoe laat? Ik zet het zo in mijn agenda. Ja, nou hebben we het vanavond ook. Ja. Oké, schatje. Wat jij wil, hè. Bedankt. Wil je me open pakken? Ja, bedankt. Weet je wat echt een hele fijne pose is nu, vind ik? Wat mij echt een heel warm gevoel geeft. Kom eens hier, lieverd. Ja, mensen zeiden dat je dan mijn buik moet optillen. Dan help je mij wel nog een beetje. Ja, oh, dat is wel fijn. Ja? Ja, dat is echt fijn. Er zijn ook van die TikToks dat mannen dat dan doen en dat de vrouw dan echt even zo... Oh. Maar dit is echt zo'n fijn gevoel. Zo. Ja, maar ik vind het niet zo fijn. Oh. Want dan hang je aan mij, op mij. Oké, nou hier is je al. Ik ging bijna vallen, hè, door die wipstoel. Ja, had niet door dat het een wipstoel was. Nee. Als Marvin maar lacht, dan vind ik het best.
Zo schattig om jou bezig te zien. Je hebt ook materialen en spullen verzameld. Dat is wel echt bizar hoor. Ja, maar weet je, dit is wel handig. Want dit waren allemaal keuzes voor op deze muur eventueel. Ja. Nicole en ik gaan nu naar Babypark. Als ik dan dit meeneem, dan weet ik. Ledikantjes die kleur, gordijnen zijn deze kleur. Teddymuur is die. Ja, dat is super goed. En deze gaat nog weg, want dit past dus niet meer in deze kamer. Omdat het een andere kleur is. Ja, die nemen we mee naar Assen, denk ik. Ja, nee, maar tuurlijk schat. Ik support jou. En wij gaan dit samen prachtig maken, die babykamer. Alleen het is wel zo dat jij hebt daar een betere kijk op dan ik. Maar hoe fijn is het dat als jij iets laat zien ja. dat, en je geeft mij vooral een keuze, ja. dat ik dezelfde kies als jij. Dat is zeker fijn. Mooi. Laten we dat daarbij houden. Ja, is goed. Ik ga nu naar het babypak. Is goed. Lars en ik die komen net uit de studio. We hebben twee hele leuke video's opgenomen. De vorige keer ging het over de zwangerschap. Die komt elk moment online. Ja. Een van deze komende dagen. En nu hebben we twee hele leuke video's opgenomen waarin we de wereld een beetje gaan verkennen. Ook wel heel erg leuk geworden. Ja, het is toch een bijzondere uitdaging. Ja, zeker weten. Hé, hey, daar hebben we een zwangere vrouw. Which one is it? We moeten wat voor je uit de auto halen, merk ik. Ik heb Lars zonnebril vergeten. Oh, dan leent ze hem en dan vergeet ze hem terug te geven. Auto ook nog. Oh. Ja, pak maar. Waarom ja, zei je dat nou? Ik had hem ook willen lenen. Jij hebt ook die andere bril, hè? Welke andere bril? Die was ook kwijt is. Heb ik nog een bril van jou die jij ooit kwijt bent? Hij? Nee, tuurlijk niet. Oh, ik denk dat jij. Maar hij is een bril kwijt. Ja, ze hebben een super ook die bril kwijt. Zo, vet snel. Oh bril. Ja, dat is wel balen, man. Doet ze nu of jij hem hebt. Vooral als hij zo snel staat. Ik heb geen schoen aan. Hé, hey, hoe was het, dames, bij de babywinkel? Ja, relaxed. Gewoon echt lekker lopen strunen met z'n tweeën. Ja, was er bijna niemand dan? Er waren niet veel mensen, maar we konden ook gewoon overal gewoon even lekker lang stilstaan. Wow, nice. En dat is als we met de mannen gaan wel iets minder. Ja, dan lopen we iets sneller doorheen misschien. Ja, dan denk je ook, okay, kom, we gaan wel snel door. Om nu echt rustig aan niet. Ik heb een paar dingetjes gehaald, die liggen daar. Sowieso die doos hier. Ja? Ga je leuk vinden? Ruim erop. Yes, ik mag weer aan je buik zitten. Lekker hoor. Je moest met 34 weken weer opnieuw. Dat stond toen op die ene doos, weet je nog? Ja, klopt. Waar hebben we dat andere stuk van jouw buik? Ligt die nog bij ouders? Ouder. Ja. Die kunnen we volgende keer wel laten zien. Maar ik mag Myron weer lekker ingipsen. Dat is echt super fijn. Dit is echt heerlijk, man. Dit is echt leuk. En we hebben hier wooden wall boxes. Deze kwam van de AC Tion, toch? Of niet? Ja. Dus die kan je gewoon aan de muur bevestigen. En dan kan je er leuke dingen op zetten. Maar die wil Myron nog in de bijts zetten. Nou, dit waren dus die kleuren van de babykamer. Wat hebben we hier? De changing mat cover. Stel voor je baby heeft stront in de luier. En je wil verschonen. Dan leg je hem op een matje. En dan is dit zeg maar de cover van dat matje. Dan heb je hier een lekker speeldoekje voor. Volgens mij, of niet? Of wat is dit? Gewoon een kleedje op de grond? Nee, dat is voor de... Dat is een deken voor in het ledekantje. Oh, een deken voor in het ledekantje. Het mooie kleurkeuze. Ja, hetzelfde materiaal als die aankleedkussenhoes. En dit is volgens mij voor een goocheltruc. Dan doe je een balletje, die doe je eronder. En dan ga je ze husselen. En dan moet je raden waar het ligt. Ik kan wel een voorbeeld geven. Normaal gesproken heb ik dan een klein balletje, maar we doen nu even deze. Oké, okay, dames, we gaan even testen. Kan ik kijken? Ik zit met een scherp mes in mijn hand. Maar ik kan wel raden. Ja, ik denk dat ze niet hoeft te kijken om te raden. Oké, okay. Ik doe hem onder de grote. Ja? Wat goed om heen. Ik hoor dat bij de show. Bij welke city? Nee. Welke city dan? Ja. Ja! Maar je had hem wel fout dus. Wil jij eens kijken, Nicole? Even serieus? Nee, ja, ik heb net ook al mee. Was je hem fout ook? Nee. Oké, komt ie. Doe hem onder de groot, ja? Oké? Okay? Ja? Waar zit hij? Die kleine. Of heb je net... Ik zag niet of je hem wisselde, maar ik denk onder de kleine. Doe maar... Je mag het zelf eraf halen zo. En je moet het zeker weten, je hebt maar één kans, ik heb geen twee kansen. Ja, dan doe ik niet. Dan gaat het gewoon. Oh, wat goed. Dat heb ik gewonnen. Oh, dank je. Ja, dit is allemaal voor dingetjes erin te doen. Wow, dit ziet er nice uit. Voor wat is het? Ja, dat zijn gewoon van die hydrofiele doeken. Dus deze kan je ook zo... Kan ook. Maar als ze gemorst hebben, als je een flesje gaat geven, als ze gevoed hebben, als ze uit bad komen, je kan het overal voor gebruiken. Het zijn wel heerlijke zachte doekjes, heel fijn. En dan hebben we hier nog twee fotolijstjes. En die fotolijstjes die zijn voor oma, toch? Voor de verjaardag. Ja. Ja, want we hebben hele mooie foto's van de fotoshoot die we laatst hebben gehad met oma. Hebben we afgedrukt. En die gaan we dan aan haar geven, deze twee. En dan mag ze zelf. En dan hebben we iets van 30 foto's hebben uitgeprint.
27. Nou, 27 foto's hebben we uitgeprint van die fotoshoot. En dan mag oma zelf twee foto's kiezen die ze erin wil. Dus dat is wel echt superleuk. Ja, of je doet nu misschien twee er al in. Die jij leuk vindt. En dan geef je de rest zo van. Als je ze niet leuk vindt die wij erin gedaan hebben, kies zelf maar nog. Ja, dat kan ook. Want ja. Het is wel een beetje saai om zo'n lege lijst te hebben. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar in ieder geval, morgen is oma jarig, dus gaan we haar verjaardag vieren. Dus dan is dit wel echt een heel erg mooi cadeau. Los van een ander cadeau wat we ook al hebben. Yes. Daar gaat ie. Ta-ta-ta-ta-ta. Kip in de hoed. Soort van. Oh. Bijna. Heel erg lekker. Ja, dit is echt, echt fijn eten. Jij wilde het dus graag eten, Nicole. Ja. Die heb je nog nooit gehad. Jawel, daarom wilde ik het eten. Oh, nu snap ik hem. Daarom was ze er zin in. Ja. Zo, kijk dan. Ik krijg ook wel echt wel vaak foto's op DM gestuurd hoor. Van ik heb ook kip in de hoed geprobeerd en dan vinden ze het heel lekker en dan krijg je daar een foto bij. Dus dat is wel echt super leuk. Dus dit gerecht is echt top. Dat heb je toch ooit een keer verteld of niet? Ja, een video over gemaakt volgens mij. Ja, volgens mij ook ja. Check het linkje in de beschrijving. Dan zie je de video van de kip in de hoed bij Myron. Dit is zo nice hè. Het is nu 7 uur in de avond. En het is, nou ja, het begint nu wel te schemeren. Maar wel heel erg nice dat het steeds later donker wordt. Hoor die vogels trouwens weer. Zo ongelooflijk nice hoeveel die hier zitten. Dat is echt niet normaal. Maar daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik denk dat heel erg veel van jullie daar ook echt goede energie uit halen. En dat het gewoon heel erg fijn is. Dat ook al heb je een lange dag gehad. Dat je gewoon nog heel erg lang kan genieten van het licht. Hopelijk nog meer het zonnetje de aankomende tijd. Maar dit is wel echt. Dit zijn wel mooie dingen zo om mee te maken weer vandaag wat weertje. Ik heb er echt wel van genoten. Zo dames en heren. Ik heb een goede sessie nog gehad hier vanavond in de studio. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En morgen wordt heel erg leuk, want morgen is mijn oma jarig en we hebben leuke cadeautjes voor haar. En dan gaan we met de familie vieren, dus dat wordt hartstikke gezellig. Bedankt voor het kijken en dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!